Het kampioenschap jongere hengsten die nog niet op afstammelingen zijn goedgekeurd. We hebben er 4 overgehouden en 3 hiervan maken vandaag hun debuut. En wat voor hun debuut? Er zijn 2 hengsten die opvallend goed stappen en daarom zijn ze ook overgebleven hier bij de laatste 4. Maar de reservekampioen van de jongere hengsten 2024 wordt een hengst die zeer correct in het model staat, die goed kan stappen en goed kan draven. Martinus 539! En als de reservekampioen Martinus 539. En nu is het de toch voor de Henk. Ja. De champion. Who's gonna be the champion this year? Nou. Ja, er zijn er nog 3 over. En ik durf het haast niet te zeggen, want misschien wordt het publiek wel boos. Maar kampioen van de jongere hengsten wordt Jeppe 537. Kampioen Jeppe 537. We gaan afscheid nemen van Hilbrand 525. We gaan afscheid nemen van Elger 536. Nou. Hilbrand en Elger mochten er nog even naar proeven, maar wie al beslist? Geen rondjes meer. Nou, ik ken je aan alle kanten van mijn leven. Ja, zeker. Nou, fokkers, eigenaar, kom maar hier even in het midden staan. Dit wordt jullie ereronde. En dan gaan we, dames en heren, nog 1 keer alles op alles zetten voor de kampioen en de reservekampioen. Let's hear you, Jeppe 537 en Martinus 539.